zonder ondergrote heren. Follow the leader. Daar gaan we. Ja, beste kijkers, vandaag smullen met Wim van een hele bijzondere plaats. We zijn vandaag te gast op de Wilhelminaberg in Landgraaf, want daar is namelijk de langste trap van Nederland. 508 treden, ja, u hoort het goed, 508 treden naar boven toe. Maar in ieder geval, we gaan eens even kijken wat hier allemaal gebeurt, wie de winnaars zijn, wat er allemaal hier voorbij flitst. Ik kan u alvast vertellen, er lopen hele gezellige, fijne, aardige mensen voorbij die maar één ding willen: afvallen, een geshavede body krijgen en potverdorie eerste worden. Nou, ik ga het ook proberen. Iedereen kan sporten, Kiegers, toch, kerel? Ja, iedereen kan sporten. Ja. Waarom steeds ze er niet? Ja, goed, wij hadden gisteren onze dag met 1100 kinderen en ik dacht, ik ga vandaag even bij de echte mannen kijken. Maar zit je hier in een organisatie of zo? Nee? Van de 6e oktober, dus het pre-event, daar zit ik bij. En het was gisteren feest. Vandaag ook, hè. Vandaag ook, ja. Het is toch onvoorstelbaar wat die mensen doen, hè? Ja, het is, we hadden het er net over. Het is echt een wedstrijd voor doorzetters. Ja, ja. Het is heel mooi om te zien. Heel gemêleerd ook wat je ziet. Ja. Ja, alle maten lopen rond, zag ik. Ja, dat is niet normaal. Hier lopen de halve marathon, de hele, de last man standing. En ook de 5 en de 10, het is gewoon chic om te zien. De last man standing is de laatste die overblijft. Ja, nou, ik mag hopen dat ze allemaal overblijven. Ja, nee, maar dan weer blijk stoppen. Dat ja, 9 uur duurt die, hè. En dan, Maarten, naaktgeboren, die ken ik nog persoonlijk. Die had zich ten doel gesteld 70 keer vandaag naar boven te gaan. Die zat net op de helft, hier komt hij, dat is hem. Oh. Hé, hey Maarten, ik heb het net over je, hè? 70 keer, hè? 70 keer, daar gaat hij. Dat is toeval. Ja, nou. Ja, je komt vaak langs, hè. Maar ja. het is geweldig om te zien. En, ja. En hoeveel deelnemers hebben ze ongeveer? Vandaag 400. 400? 400 deelnemers. Dus het is druk op de trap? Het is heel druk op de trap, ja. Gezellig druk. Ja, ja. En hoeveel is één rondje? 1 kilometer precies. 1 kilometer precies, nou. Heeft u meegelopen? Nee. Nein, nicht mitgelaufen. Nein, ich war einmal oben, das ist für mich genug. Und dann gleich was trinken. Ich bin seit heute früh hier. Seit heute früh? Ja. Sie machen Bilder mit Ihrer Frau? Ja. Haben Sie einen Bekannten, der mitläuft? Unsere Tochter und Freunde, die laufen. Ah. Ja. Der ist ja von der Feuerwehr. Dann, wenn die vorbeikommen, dann die ein bisschen Gas geben. Ja. Und ihr auch, hopp, hopp. Ja, genau. Sind die von der Feuerwehr? Ja. Die mit Helm und ja. Ehrlich? Ja. Der rote Helm. Ja. Und wann kommen die wieder? Ein paar Minuten? Ja, ein paar Minuten. Da ist er! Nee, der gehört auch dazu, aber das ist... Das ist andere Feuerwehr. Das ist ja, aber das ist der Feuerlöscher. Wie geht's? Gut geht's. Brauchst du ein bisschen Luft? Ach, kann man immer gebrauchen, Luft. Aber wie viele Kilometer? 5 Kilometer. Und wie viel musst du noch? Noch dreimal hoch. Viel Glück. Danke. Hier komt die van de last man standing. Zet hem op, jongen. Wat is los, jongen? Gib gas. Hou rein. Lauf die treppen hoog. Het is feuer. Hoe gaat het ermee? Ja, het gaat lekker. Ja, het is nu ruim op schema. Dus ik zit nu op de 30 rondes voor de last man standing. 30 rondes? 30e ronde ga ik nu. Het is wel zwaar. Ik moet even een beetje doseren. Maar die 42 wil ik zeker halen. 42 keer? Ik moet 42 keer naar boven, ja. Dat is een marathon. Dat is een last man standing. Ja. 42 moet ik doen. En de rest ben ik een vrije man om te kijken of ik tot 6 uur meer kan doen. Als rondes. Ik jou zie, je gaat voor 50. Sowieso. Succes! Dankjewel. Kom op! Iron Man. Hallo! Last man standing. Ja. Ik heb gehoord je liggen op kop bij ja, de dames. Ja, klopt. Dus ik moet het vasthouden. Ja, volhouden, hè? Ja. Hoeveel keer ga je nog naar boven? Ik hoop nog wel een keer of 20, 25. Echt waar? En hoeveel heb je er al op zitten? 31 nu. Dus we moeten nog even door. Je gaat later ja. In een flatwoning wonen zonder lift. Misschien wel. Succes! Lekker! Toch in de eerste skibaan vergeten. Kom op! Kus! Geef gas, jongen. Ja, goed zo. Duik even in het water. Kom op, Marcia. Je doet het goed, meid. Dankjewel. Timothy, goed bezig, jongen. Nog even volhouden, hè. Een paar rondjes. Kom op. Kijk eens hier. Jill en Jos. J en J. Het waren 3 J's, niet 2. Ja,
Hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Nog eentje, dus... Ja, gaat het heel goed. Jos is klaar. Ja, ja. Maar loopt ze niet weg bij je? Jawel, een beetje wel. En dat met twee meerenners. Zwanger? Ja, zwanger, 13 weken. Dus, van de tweeling? Ja, van de tweeling. Hoe vind je dat? Nou, je hoor je nog eens wat. Ja hoor. Komt daar ook een tweeling tegen, maar dat was een sterrenbeer. Oh. Ik ook. Oh, daar heb je het al. We gaan nog even. Ja, zet hem op, hè. Succes. Dank je. Tot dadelijk. Hoef je niet meer? Nee, ik ben klaar. Je bent klaar. Kom, loop, want ik kan de meisje niet alleen laten lopen. Kom. Oh, die redt met al die anderen mee. Hey, maar hoeveel hebben jullie gelopen? 5 keer. 5 keer? Ik had er niet 1 keer. Nee, snap ik. Succes! Dankjewel. We lachen al bijna. Je hebt wel een bijzondere outfit aan. Ja. Vind je dat? Ja, ter ere van het eerste zomer. Nee, dat doen we gewoon met de vriendengroep. Trekken we allemaal een tutu aan en gaan we hier lekker rondjes lopen. Met de tutu aan? Ja. En hoeveel rondjes heb je al gehad? Ik heb 10 mijl gelopen, dus 16 rondes. Nou, knap. En nou, klaar ermee? Ja. De medaille afhalen? Nee, die heb ik al. Goed zo. Ja, dus... En de vrienden zijn nog aan het lopen? Ja, die zijn nu bezig met de 5 of de 10 kilometer. Die hebben natuurlijk gezegd, van loop je alvast naar de bar, hoe kun je bestellen, kun je ook meteen betalen. Hoeveel kunnen hun de beurs thuis laten? Precies. Helemaal leuk. Ja. Goede sfeer. Ja. Ja, we komen elk jaar weer terug vanuit Zuid-Holland. Zuid-Holland, godverdorie. Ja. En blijf je een paar dagen hier of zo? Ja, we hebben een weekendje in Valkenburg. Ah, altijd goed, altijd goed. En dat doen we elk jaar. Kom op, Amber. Volhouden. Rennen. Hoe is het met Marieke? Goed zo, nog één keer de trappen op. Lukt dat nog? Ja, zeker. We gaan strijden. Met Noortje, met jou hoor. Ja, nog eentje. Nou, volhouden meiden. Staat een verrassing op jullie te wachten aan de finish. Ramon, je bent goed bezig, jongen. Lukt het allemaal? Het is de laatste wedstrijdje, glas. Ja? Ja. Hoeveel heb je er gelopen? 10. 10? Is genoeg of niet? Meer dan genoeg. Je krijgt 2 medailles. Ja. Ben je wel eens naar boven gelopen? Ja, een keer met papa. Aha. Nou, dat doe je best, hè? Kom op, Loes. Je kan het. Kom op. Volhouden. Sylvia, goed bezig. Allemaal vriendinnen van me. Diana. Dit is de snelste man die we hier gezien hebben. Kijk hem eens gaan. Wat voor tooi in één keer. Die gaat als een trein. Sam, gaat het? Goed zo. Hup. Jongen, goed bezig. Jason, zet hem op, jongen. Je gaat het redden. Je bent een kampioen. Kijk hem eens gaan naar die trappen naar boven. Hoe is het met Fred? De laatste man standing. Gaat het goed, Fred? De marathon. Zet hem op, Fred. Ja, maar dat bedoel. Hoeveel kilometer heeft je al gelopen? Ik moet nog twee rondjes maken. En hoeveel heb je dan gehad? Ja, 5. Dat is meer dan dat. Minimale. Nou, hoe oud dat ben je als ik vragen maak? Wat zei je? Hoe oud ben je als ik vragen maak? 79. Toch mooi, hè? Geweldig. Ga zo door. Ja, okay. Ik ben fit. Ik ben fit. Veranderd dat en ik ben kapot. Ja. Trouwens, de skibaan is aan die kant. Ja? Maar jij doet Nordic Walking. Ja, ik wacht even op het ijs hier. Oké. Vooras. Zeg dat niet. Oh nee, dat is een reclame. Dat is gewoon ons nummer. Ja, iedereen heeft de namen erop staan. Ja, nee, maar dit is ook het nummer wat ik altijd bij de loterij ingeef. Ah, en dat is wat gewonnen. Ja, en nu dadelijk een medaille. Ja. Super, ik ben trots op jullie. Dankjewel. Geweldig. Oh, get it straight, we're kapot. Baba, we blijven dat het afgelopen is, kerel. Die trappen, 502 treden. Of 408 treden, vergeet het maar. Adieu, wa. Oh ja, by the way, Rode is periodekampioen.